is. Dus ik vind het ook heel mooi dat ik hier dat bord mag onthullen. En ik sta hier gewoon ook heel trots dat ik een stukje van die verbinding mag zijn. En ja, het belang van bijen en de noodzaak voor biodiversiteit. En dan in zo'n mooie omgeving als deze, zo'n natuurlijke... het gemeentehuis gaat dadelijk naar Boksmeer. Dus dat is maar een klein stukje lopen of fietsen. Dus als wij ook mogen komen met pauzeren, dan komen wij hier straks graag. Want het is echt werkelijk een fantastische plek waarin alles samenkomt. Dus ik hoop hier nog vaak te komen. Trots op jullie dat jullie allemaal hier zo'n mooie bijdrage aan leveren. En ik hoop jullie regelmatig tegen te komen. Hier liggen touwtjes. Dan mag jullie samen in het doen. Het zijn andere mensen. Mooi. Ja. Maar ik kom graag een andere keer anders, dus ik neem het graag mee. En op deze zomerse dag zijn we aangeland bij Groens, waar iets staat te gebeuren. En Rob weet mij daar van alles over te vertellen. Ja, dat klopt. Vandaag is het open imkerijdag. En tevens de onthulling van mijn bord van Boer het Bewust. Ik ben afgelopen jaar deelnemer geworden van Boer het Bewust. En daar wordt een bord van onthuld vandaag. Dat is heel erg leuk, want die borden die kennen wij. We hebben er al verschillende keer bij mogen zijn om te onthullen. Is dit een echt een speciale dag voor jou of voor Groens of voor wie? Ik denk, ja, voor mij zeker. Voor Groens ook wel, want die heeft natuurlijk ook weer een stukje publiciteit. En natuurlijk ook voor Boer het Bewust, want ik ben de eerste imker in heel Nederland die deelnemer is van Boer het Bewust. Mag je nog even vertellen, wat is Boer het Bewust? Boer het Bewust is een organisatie van agrariërs. In het breedste zin van het woord, dus fruittelers, akkerbouwers, varkenshouders, pluimveehouders, rundveehouders. Ja, alles wat met landbouw te maken heeft, die de verbinding zoekt met de burger, de consument. Om de consument te laten zien dat de boer dat ze echt moet blijven, anders gaan we geen eten. Ja, gewoon een stukje verbinding zoeken met de burger, met de consumenten. Op die manier hebben we in ieder geval zorgen dat... dat meer betrokkenheid is en dat niet alles van ver weg moet komen, maar lokaal. Oké, maar jij bent imker en jouw korven staan hier achter. Die bijen zwermen hier rond en die zoeken ergens de honing op? Ja, hier staan 4 korven. We zitten hier bij een fruittuin, dus hier wordt vooral in het voorjaar heel erg belangrijk dat het fruit bestoven wordt. Hè. De appels, de peren, de kweeperen. Ja, de kersen, noem maar op, al het fruit dat hier staat, dat wordt bestoven door onder andere mijn bijen, natuurlijk ook door andere bijen, door solitaire bijen en door hommels en vlinders. Maar een grootste gedeelte door mijn bijen, dus het is cruciaal dat die bijen hier staan om ervoor te zorgen dat we veel fruit krijgen en goed fruit. En als we hier naar langs lopen, dan doen ze niks? Nee, als je niet te veel in de vlucht loopt, dan doen ze niks. De vlucht, dus de bijen komen uit de kast en dan vliegen ze weg. En dat noemen ze de vlucht. Dus als je heel kort bij de bijenkorf, nou, dat botsen ze tegen je aan en dan zeggen ze, wat doe jij nou hier? Ja. Maar je kunt hier gewoon langs lopen en dan gebeurt er niks. Okay. Gaan we straks doen. Maar je hebt ook nog een kraampje met honing en dergelijke, zag ik, in de vlucht. Ja, dat klopt. Vandaag is open imkerijdag. Dus in heel Nederland zijn imkers die de mensen proberen uit te leggen wat imker inhoudt. En wat de bijen doen, wat de wilde bijen doen. En waarom het zo belangrijk is dat we meer biodiversiteit ontwikkelen. Jullie hebben ook altijd een pak aan en nu sta je zo. Heeft dat iets te betekenen? Nee, als ik echt in de bijen ga werken, dan doe ik wel enige bescherming aan. Want niet dat het moet, maar je weet van tevoren niet of het moet. Hetzelfde als een autogordel. Ik doe altijd een autogordel aan en ik heb hem gelukkig nooit nodig gehad. Maar je doet hem wel aan. Ja. En dat telt voor een pak ook. Je doet het pak aan voor het geval dat er een keer een kast is die zou steken, die agressief is. Bijvoorbeeld omdat een moer is gestorven, dan is er geen harmonie meer in het volk. En dan, dan zijn ze meer paniek en zijn ze eerder geneigd om te steken. En om dat te voorkomen heb je een pak aan. En als een bij steekt, is het net zo erg als een ander insect? Ik word liever door een bij gestoken dan een mug. Dat is dus duidelijk. Ja. We gaan even naar de kraampje kijken. Is goed. Nou lopen we door het perenlaantje bij Groens. En Rob, je hebt weer een verhaal, denk ik.
Ja, hier heeft John Hendricks, de eigenaar van Groes, heeft hier de peren zo geleid dat uiteindelijk een laan is gevormd. En ja, daar groeien volop de peren aan. En de peren die zorgen ervoor dat we straks weer perensap hebben bijvoorbeeld. Ja. En als je ziet hoeveel peren dat eraan hangen, dan zie je wel dat de bijen goed de best gedaan hebben. Die zijn weer. Oh ja, 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 nou zoeken. Wel. Ja. Die zijn ook groen, hè? Nog wel. Kijk, daar hangen er heel veel en daar hangen er veel. Maar ze zijn nog klein, want ze moeten nog een maandje of drie groeien. Die zien je ook best op september, hè? Ja. Ja, en dan wordt het ook wespenmaand, hè? Dan wordt het wel wespenmaand, dat klopt. Ja. Maar weet je hoe dat komt? Ja, zoet, denk ik. Maar wespen zijn vleeseters, die eten insecten. Ja. En in het voorjaar, als de jonge wespen worden geboren, dan krijgen die van de volwassen wespen, krijgen ze een brei van insecten, zeg maar. Hè? Dus een mengsel van insecten, een pap. Maar die jonge wespen, die poepen ook. Ja. En die poepen een zoete stof. Ja. En de volwassen wespen eten die zoete stof op en die gebruiken ze als energie om te vliegen. Maar in augustus worden geen jonge wespen meer geboren. En dan zijn die volwassen wespen wel verslaafd aan zoetigheid. En dan gaan ze op andere plekken zoetigheid zoeken. En dan krijgen we wespen in de limonade, in de bier, in de fruit. En daardoor hebben we last van die wespen. Maar eigenlijk zijn het vleeseters. Dus we moeten, dat doen we altijd, hè, van die wespenvangers met ranja erin en dan een beetje water erin en dan kruipen ze er wel in. Ja, dan lok je ze allemaal daar naartoe. Ja. Dus als je dat ding op tafel zet, dan heb je zeker veel wespen. Ja, dat klopt, maar we zetten hem niet op tafel natuurlijk. Okay. Hè? Nou, wandelen we verder. Ja, een handje door. Ja. En Mientje is er ook bij gekomen. Loop je even mee, Mientje? Door het paadje heen? Het ziet er wel heel mooi uit, vind je niet? Het Land van Kuik, hoeveel imkers, officiële imkers, telt Land van Kuik? Ik weet niet precies hoeveel Land van Kuik er heeft. Ik weet wel, de imkervereniging Mil, die heeft er ongeveer een 20, 25 imkers. Oefelt heeft er 15 tot 20. En in Zandbeek, volgens mij, zit er daar ook nog een imkervereniging met een stuk of 30 leden. Maar of dat er in Kuik een imkervereniging is, of in, dat weet ik eigenlijk niet. En hebben jullie onderling ook contact, één keer in het jaar of zo, of vaker? Vaker, we hebben met de imkervereniging Oefelt, hè, wij nauwe contacten. We zijn dit jaar, is imkervereniging meer dan 100 jaar bestaat die. En vanaf volgend jaar gaat imkervereniging Mil en imkervereniging Oefelt gaan samen als imkervereniging Land van Kuik. Interessant, hè? Hartstikke interessant. Mensen moeten maar eens komen kijken hier. We gaan even naar jouw kraam kijken. Ja. Ja, je weet niet hoeveel